straks op het sluiten van de transfermarkt toch nog een nieuwe aankoop. Bel Hassani, voor hoe lang en waarom? Voor 5 jaar. En waarom? Omdat het een hele goede speler is die wij al een lange tijd volgen. En ja, dat we nu de mogelijkheid hadden om hem te halen. Ja, hoe zal hij gebruikt worden bij AZ? Waar ligt zijn kracht in jouw ogen? Ja, Ilias is met name een hele creatieve speler. Een speler die de openingen kan zien. Die spitsen, buitenspelers aan het werk kan zetten. Die zelf kan creëren. Dus ja, dat is een type wat we niet in de selectie hebben. Of niet veel in de selectie hebben. En ja, daarom is hij gewoon een hele goede aanvulling. Hij is echt voor het aanvallende middenveld gehaald. Centraal rechts misschien ook? Nou ja, kijk, in eerste instantie is het een aanvallende middenvelder. Daar heeft hij gespeeld bij Heracles. Hij heeft ook links op het middenveld gespeeld. Hij zou zelfs nog rechts aan de buitenkant kunnen spelen. Maar uiteindelijk zien we hem als aanvallende middenvelder. Maar wat je zegt, hij kan op meerdere posities uit de voeten. Ja, daar staat Marcus Hendriksen nu. Die is even in Engeland, bij Hull. Dat is algemeen bekend. Wat is zijn positie op het moment, jegens AZ? Blijft hij? Gaat hij? Wat kun je erover kwijt? Nou ja, de laatste wedstrijd stond Joris van Overheem daar, dus niet Marcus Hendriksen. Ja, daar kan ik op dit moment niks over zeggen. We hebben nog een aantal uren te gaan. Dus we weten allemaal dat hij in gesprek is geweest en misschien nog wel in gesprek is met Hull. Maar daar is op dit moment verder nog geen duidelijkheid over. Maar dat, de komst van Ilias staat daar los van. Hebben we al aangegeven, dit jaar in alle drie de competities willen we meedoen. De Eredivisie, de Beker en we gaan ook weer de groepsfase van de Europa League in. En dan heb je een brede selectie nodig en ja, daar past de komst van Ilias heel goed bij. Voldoende concurrentie nu op middenveld bij AZ? Nou, wat ik net al zei, hè, op het moment dat je de stap wil maken. Hè, we hebben vorig jaar gezegd, na die mooie vierde plaats, hè, waar we een fantastische tweede seizoenshelft hebben gedraaid. We zeggen van ja, nu moeten we kijken of we nog weer een stap kunnen maken met deze selectie. Ja, dan gaat Vincent Janssen weg. Dan haal je daar twee nieuwe spitsen voor terug. Hè, waarvan wij vinden dat zij dat makkelijk kunnen gaan invullen. Ja, en ook hebben we gezegd op het middenveld wat meer creativiteit erbij. Ja, daarvoor stond Ilias bij ons op de schaduwlijst. Ja, dan ga je die proberen te halen. En als het dan lukt, dan is dat fantastisch. Dankjewel.